Twee dode jongetjes van nog maar 3 en 4 jaar oud, gevonden in hun eigen huis door hun eigen vader. Moeder ligt in het ziekenhuis en wordt aangehouden. Maarsense dorpje Tienhoven, net buiten Utrecht, is sinds gisteravond in de ban van een familiedrama. Bij het dorpshuis in Tienhoven is nu Jilda van op Zeeland. En Jilda, jij bent daar vandaag de hele dag geweest. Hoe is het in het dorp? Hoe is de sfeer? Ja, mensen zijn ontzettend verdrietig. Als je hier naar de inwoners kijkt, mensen zijn echt verslagen door het nieuws. Vanochtend zag ik een vrouw die pakte de krant uit de brievenbus, ze zag de kop en je zag haar gewoon denken, hoe kan het dat zoiets vreselijks hier in Tienhoven gebeurt? Ja, Tienhoven is dus een klein dorpje onder de rook van Maars en heeft maar 500 inwoners. Dat betekent dat het een kleine, maar dan ook een hele hechte gemeenschap is waarin iedereen elkaar kent. Nou, vanochtend werden de ouders en de kinderen opgevangen op de basisschool hier een stukje verderop. Ja, je zag echt huilende kinderen, ouders die echt ook aan het huilen waren, ontroostbaar gewoon. Tienhoven is gewoon in shock. Ja, we zagen net het huis met allemaal hekken eromheen nu. Weet jij al wat er gisteravond nou gebeurd is daar? Wat heeft zich daar afgespeeld? Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De recherche heeft de hele avond onderzoek gedaan en ook vandaag zijn ze daarmee verder gegaan. Maar je kunt je wel voorstellen dat daar echt een verschrikkelijk drama heeft plaatsgevonden. Een vader die thuis denkt 2 spelende jongetjes aan te treffen en in plaats daarvan ziet hij 2 levenloze lichamen liggen. Aan het begin van de avond komt de vader thuis van zijn werk en vindt de 2 levenloze lichamen van zijn zoons. Hij probeert ze nog te reanimeren, maar zijn hulp komt te laat. Rijn en Ties zijn al overleden. Waar de moeder van de 2 jongens op dat moment is, weet niemand. Ja, kwam hier ter plaatse. De moeder was verdwenen. Nou, we moeten heel graag weten waar zij was. We hebben gezocht en aangetroffen in de omgeving. Zij had waarschijnlijk iets ingenomen. Ze was bedwelmd. Ze is toen direct naar het ziekenhuis vervoerd. En daar is ze ook aangehouden. Rechercheurs komen onderzoek doen in het huis en Tienhoven stroomt vol met journalisten. Burgemeester Mirjam van het Veld komt ook. Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk wat hier vanavond heeft plaatsgevonden. En ik wilde toch graag heel eventjes hier in de gemeente zijn. Even bij de directe buren geweest. Ja, mensen zijn verslagen, hier zijn geen woorden voor. De burgemeester van Maarsen, waar Tienhoven onder valt, krijgt het nieuws van het drama te horen tijdens de verkiezingsavond van haar gemeente. Ik ben even bij de directe buren aan beide kanten geweest, die ook altijd nauw contact hebben gehad met de familie. Nou, u begrijpt dat die mensen ook volledig aangeslagen zijn. Zij zijn niet de enigen die zeer aangeslagen zijn door het familiedrama. Vanochtend vroeg dringt het pas bij veel inwoners van Tienhoven door wat er echt is gebeurd. Het hele dorp is in rouw. Jildau, de moeder is vandaag aangehouden als verdachte. Zij wordt morgen voorgeleid. Wat weet jij over haar? Wat je vooral hier in het dorp hoort is dat de vrouw al langer kampte met psychische problemen. Ja, men dacht eigenlijk dat het wel weer goed met haar ging. Gisteren werd ze voor het eerst sinds lange tijd weer gesignaleerd op de school toen ze een van haar zoons kwam ophalen. Ja, dus iedereen dacht dat het wel weer goed ging, maar ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Nou, de vrouw is dus inmiddels in het ziekenhuis. Ze is buiten levensgevaar, maar ze is nog niet bij volle krachten om ook al een verklaring af te geven bij de politie. Al wordt ze dus morgen wel voorgeleid bij het OM. Jij staat voor het dorpshuis van Tienhoven, waar de gemeente Maarsen vanavond voor de inwoners een informatiebijeenkomst gaat organiseren. Wat gaat daar vanavond verteld worden? Ja, in ieder geval is zeker dat slachtoffer daar hulp daarbij aanwezig is. Nou, ik kijk even achter me. De hekken zijn al geïnstalleerd. De gordijnen zitten potdicht. Ja, het is wel duidelijk dat de mensen in Tienhoven behoefte hebben aan rust. Men wil gewoon even rustig met elkaar praten, zonder potten kijken, zonder media, zonder andere mensen die maar gewoon hier eigenlijk niks te zoeken hebben. Mensen vinden het belangrijk om toch even over dit onderwerp te praten, even in alle rust. En uit respect voor de familie en nabestaanden is de pers daar niet bij aanwezig. Jilda van op Zeeland in Tienhoven, dankjewel.